Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik wil vandaag weer met Prism Architect. Vorige week ben ik hier gebleven en we zijn nu nog bezig met de vloer een beetje mooi maken in onze gevangenis. Dus, de gevangenis ziet er in ieder geval voor het deel al veel beter uit. En ik zit nog een beetje te wachten op een mannetje in de dodencel. Dus ja. Maar die voice crack die was eigenlijk niet nodig, maar op een of andere manier gebeurt het. Nou ja, prima. En ik hoop dat de lijken dat binnenkort ook echt wel voor het meeste gedeelte, nou ja, in ieder geval weg zijn. Nou ja, in de tussentijd gaat iedereen lekker even slapje doen. Gaat iedereen snurken. Snurken, snurken, snurken. Ik weet niet meer precies wat ik deze aflevering wil doen. Maar ik wil sowieso nog de vloer nog een keertje gaan uitbreiden. Maar ik denk niet dat we dat deze aflevering aankomen. Ik zou dan in ieder geval wel bijvoorbeeld deze cellenblokken hier kunnen uitbreiden naar het zuiden. Maar dan moeten we wel eens even wat grond hebben. En dat grond kost. Ugh, kost ook al best wel wat. Maar wat doen al die bewakers eigenlijk? Ja, er zijn er natuurlijk ook wel een aantal dood. Heel patrouilleren. Maar ja, zeg maar. Ik ga eventjes een roll call doen. Hey, tunnel. Even zien, dagrooster. Ik zit even te denken wat we nou in de tussentijd kunnen doen. Want op het moment weet ik het niet. Dus even zien. Weet je wat? Ik ga de kleine cellen doen. Dan gaan we gewoon kleine cellen maken en dan gaan we dat eventjes een beetje tekenen. Want ze hebben sowieso een bed nodig. Ik denk dat ik dan hierboven dat kan gaan doen of ergens anders. Hier wil ik sowieso nog dit gebied uitbreiden. Ik zal zeggen misschien hier. Deze kant. Dat zou betekenen dat we deze kant moeten uitbreiden. En dan kost het ook precies 67 ding. Ik ga het gewoon deze kant doen, denk ik dan. Dus dan gaan we hier gewoon even een gangetje
tot het hier van maken. Want stel we morgen nog eens een keer de keuken willen uitbreiden, kunnen we het tot hier gaan doen of zo. Kan ik hier natuurlijk ook nog wel een beetje celletjes maken. Is dat wel handig? Dan zijn we rellen bezig. Ik moet even een beetje uit gaan denken hoe ik dat ga doen. Want zo wil ik de celletjes dan hebben, gewoon echt super klein. Zullen we hier dan nog even een aantal maken? Nee, dat doen we niet. Houden we de gang gewoon zo. En dan doen we de cellen beginnen vanaf hier. Want mochten, zoals ik net al zei, mochten we nog eens een keer nodig hebben om de keuken uit te breiden en we kunnen niet binnen achter uitbreiden, kunnen we het altijd nog wel een beetje hier naartoe doen. Het zal dan misschien niet zoveel zijn, maar ook een beetje helpen. Oké. Maar je gaat dan ook de maximale beveiligde bewaren. Gevangenen. Hier wil ik de minimale beveiliging vervangen en hier kunnen we dan misschien wel de mediums gaan, want daar is het toch het grootste. Dus dat deel ik alvast een beetje in, denk ik dan. Even kijken. Medium, 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 medium. Die gangen die hoeven dan niet. Oké, okay, dan moet... Oh nee, dit moet minimaal zijn. Deze medium. Brengen we deze gang helemaal naar beneden. Maken we hier ook nog een gangetje. Waar ik deze ruimte voor ga gebruiken is waarschijnlijk... Oeh, dat is een goed idee. Ik ga hier gewoon een luchtplaats van maken dan. Gewoon voor de maximale en de minimale beveiligde gevangenen. Zodat ze toch nog wel een beetje wat meer, nou ja, van zichzelf hebben, laat ik maar zeggen. Ook een beetje lekker op elkaar dan. Wel mooi om te hebben. Dus dan moet het weer 3 zijn. En dan weer 3. Komt het goed uit? Ah shit, komt denk ik eentje goed uit. Hoe ga ik dit regelen? Oh wacht, hier heb ik ook nog 4. Hoe los ik dit op? Of ik los het gewoon helemaal niet op. Ik hou het gewoon lekker zo. Ook gewoon voor nu eventjes gewoon zo. Dan kunnen we hier nog een aantal. Trek deze lijn gewoon even verder om het toch nog wat makkelijker te maken.
Lekker een beetje tekenen. Zo. Hop. Oh. Oké. Hebben we die al? Ah, oh, dat bijna. Dan maken we dit dus gewoon als de luchtplaats. Ik denk dat we dan gewoon kunnen gaan bouwen, denk ik dan. Oei, volgens mij heb ik daar eigenlijk gewoon net genoeg voor. Eerst even grondonderzoek doen. Oh nee, dat is niet handig voor die bouwvakkers. Laat maar. Ja. Al die patrouilles heb ik ook een beetje meer. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel cellen ik eigenlijk bij wil hebben. Ik heb er dan hier 6. Oké, dit zijn dus 12. 24, 36, 48, 60. 72 gevangeniscellen heb ik er dan gewoon al bij. Oh, dat komt al goed in de buurt. Dan zeg ik dat er hier. Dus geen patrouille meer hoeft te lopen, dit stuk. Dat is dan binnenkort niet meer nodig als hier dan een verdediging ligt. Twee mannen negen letters, duur lang. Tja, als we dit naar een luchtblaas kunnen maken, dat zal wel chill zijn. Deze. Zoals dat niet duidelijk genoeg is.
Dit haal ik hier dan weg. Hier haal ik het dan weg. Hier moet ik het eigenlijk laten zitten, maar just to be sure, zet ik het daar ook gewoon eentje neer. En dan haal ik deze toch weg. Er komt hier dan wel een patrouille. De doggo. Al eentje. Oké, dan zit ik hier een deur neer. Hier eentje. Hier een. Hier een. Hier een. En hier een. Dan kunnen ze van op beide kanten naar binnen. Of naar buiten. Dit maak ik gewoon alvast naar een luchtplaats. Want deze gaan allemaal daar naartoe. Dus hier is dat wel handig om eigenlijk te hebben. Kijk, jij kan er wel wat stroom erbij aan. Zo, die is weer weg. Oké, top. Ik denk dat ik alvast een beetje de gevangenisdeur alvast inzet. Lukt dat? Nou, arm op! Oh nee, niet daar. Een tunnel. Lekker veel deuren installeren. Och, wat fijn. Zou ik hem met dat geld kunnen halen? Waarschijnlijk wel. Net wat inkomsten erbij heb gekregen.
even een beetje geld erbij. Hoppakee. Ik nog even een aantal pakjes laten lopen. Hoppakee. Behalve, ik ga nu deze aflevering afzetten. De volgende aflevering ga ik dus die gevangenisgedeelte erbij inrichten, bouwen, echt alles. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, vaak al. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.